Hallo en welkom bij een nieuwe video vanuit Den Sprookjesbos. Den Bosch natuurlijk, bij het Noord-Brabants Museum waar we vandaag een kijkje nemen bij de Efteling, de tentoonstelling. Waar 250 unieke objecten te zien zijn, dus dat wordt smullen! Nou, we staan hier naast Sander. Ik denk dat we die niet hoeven te introduceren voor onze kijkers. Want wat je doet binnen de Efteling is breed bekend. Maar ik ben wel benieuwd, wat heb jij hierbij mogen doen en hoe ben je hierbij betrokken geraakt? Nou, het is al een lang gekoesterde wens van de Efteling, maar ook van mij persoonlijk, om eens een tentoonstelling te maken over de geschiedenis. Maar ook over de geschiedenis van het park, maar ook over de manier van werken van de Efteling. Want ik denk dat het bijna zijn gelijken niet kent. Efteling is natuurlijk zo'n uniek park met zo'n eigen DNA, eigen signatuur. En het park is in staat om dat al voor decennia lang te continueren. En om dat eens in beeld te brengen, dat is eigenlijk wel een harte wens van het park. Het idee is volgens mij al best oud. Ik denk dat er 10 jaar geleden ook al eens over een tentoonstelling is gesproken door de directies onderling. Maar het 70-jarig jubileum, wat vorig jaar gevierd is, dat is echt wel de aanleiding geweest van nu gaan we eens even wat langer stilstaan bij de Efteling. En dat doen we dan met een tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum. Kijk, we zijn een museum voor kunst en ook de Brabantse geschiedenis en cultuur. En dit is toch echt wel 70 jaar Brabantse culturele geschiedenis. Hè? Dus daar kun je op een gegeven moment ook niet omheen om daar een tentoonstelling over te maken. En nu hang je er zelf ook tussen met je eigen werk. Hoe is dat? Ja, dat is echt ontzettend bijzonder. Ik denk dat het is een droom überhaupt om in de Efteling te mogen werken. Als je dan uiteindelijk deelgenoot wordt van 70 jaar Efteling. En dat je dan ook binnen die 70 jaar er werk van jou in deze tentoonstelling hangt. Dat is iets om ontzettend vereerd en trots op te zijn. En welk van de stukken ben je nou het meest trots dat die hier tentoongesteld is? Die hangt hier. Kunnen we even kijken? Nou, mijn persoonlijke favoriet is deze tekening van Anton Pieck. En dat komt eigenlijk omdat hij dit in 1952 heeft gemaakt. Maar het lijkt op het kasteel van Don Roosje hoe het nu in de Efteling is, maar het is eigenlijk compleet anders. Het is veel verticaler opgebouwd. Er zijn hier nog een huisje met een flankeertoren. Hier die uivorm, die zit er in de huidige uitvoering niet in. En ja, ik beeld me het altijd maar zo in dat ook hij is begonnen met dromen over hoe mooi zou het kunnen zijn om iets te mogen maken voor zo'n sprookjespark. Daar aan de grond van te staan. En ja, hier zit echt het idealisme van het kasteel van Doorn en Roosje in. En ja, voor mij zegt dat toch altijd van hoe je moet beginnen met een opdracht. Dat de sky is the limit en je moet maar eerst beginnen met dromen en het hoogst haalbare proberen werkelijkheid te laten worden. En voor mij zit dat eigenlijk helemaal in deze prent. En dat maakt het voor mij mijn absolute topstuk. En dit zijn, wat ik begreep, ook echt allemaal de originele tekeningen. Ja, zijn de originele tekeningen uit het Efteling-archief. Ja. Ja, en zo heel vaak is dat niet mogelijk om dat origineel werk te zien. Dus ja, het is een uitgelezen kans om eens een keer naar het formaat te kijken. En ook de verschillen te zien tussen hoe zich nou alles tot elkaar verhoudt. En ook bijvoorbeeld correspondentie. Hè. Wij maken nu een e-mail. Maar als je hier kijkt, ging dat gewoon per briefkaart. Een kaartje, ja. De wijziging. Ja, absoluut. En wat van jouw werk ben je nou het meest trots op dat het hier staat, hangt, ligt? Eigenlijk is al mijn werk natuurlijk voor de Efteling me even lief. Dat is eigenlijk ook wel echt zo. Wat ik heel leuk van de werkzaamheden, wat ik doe voor de Efteling, is dat we de maquette van Symbolica nog een keer kunnen laten zien. Omdat, daar bouwden we natuurlijk een project midden in het park. Op een hele bijzondere plek met heel veel uitdagingen. Ja, en ik denk dat je die uitdagingen wel in die maquette kan zien. Dat we al die scènes erin gekregen hebben. En de hele opvatting, hoe dat zit, dat kan je echt perfect in die maquette zien. Dus daar ben ik wel heel trots op dat nog één keer aan het publiek getoond kan worden. Nou, laten we daar eens even naartoe gaan. Kom maar mee. Ja, hier zie je eigenlijk Peter Reinders, die gaat bezig met het ontwikkelen van een sprookjestuin, heet het hier nog. Hij selecteert 10 sprookjes en in deze 3 getypte velletjes zet hij eigenlijk uiteen hoe hij die sprookjes echt tot leven wil laten komen. Dus hier zitten we eigenlijk nog, het Sprookjesbos is hier natuurlijk nog niet, want op basis van dit wordt het gemaakt. Want hij heeft hier een beetje de technieken bedacht, maar Anton Pieck is nog helemaal niet in beeld. Ik heb gehoord dat ook Martin Toner nog eventjes in beeld was ontwerper voor het Sprookjesbos. Maar uiteindelijk is Anton Pieck dat geworden en die heeft de vormgeving gedaan. Ja, en dus dit is echt de basis van het Sprookjesbos. En daar zie je nog, dat is wel grappig, zie je het handschrift van Anton Pieck, dat hij echt de opdracht ook accepteert voor het ontwerpen van het Sprookjesbos. En hoeveel hij er daar natuurlijk voor betaald krijgt. Maar de spiegel, die is ook al jarenlang niet te zien geweest. Want die is dus dan kennelijk
ergens opgeslagen in een van de loodsen bij de Efteling of in Tilburg. Hoe selecteer je dit soort fysieke objecten? Nou ja, hij stond in een van de... Oh, hij gaat al aan. Hij stond in een van de archieven, zag ik hem staan. En ik vroeg Gerry, wat is dat? En zei ze, nou, de spiegel, het Sneeuwwitje. Hij deed het toen nog niet, dus toen dacht ik van, ah, dat is toch wel een mooi object om te hebben. En Gerry heeft er toen voor gezorgd dat hij ook echt daadwerkelijk gerestaureerd is. Dus wellicht dat hij zelf in de Efteling zo meteen ook nog een keertje in het museum komt te staan. Oh, die staat helemaal aan de andere kant. Het is groter dan je denkt. Iedere keer denk ik, staat hier om het hoekje, maar dat was het niet. Ja, dit is ook een tekening, die is natuurlijk ook wel bekend al van Ton van de Ven. Maar als je deze ook gewoon... Er zit natuurlijk zo'n groot verschil in tussen drukwerk in een krantje van Laaf of het origineel kunnen zien. En ja, dan zie je pas eigenlijk de echte schoonheid van zo'n ontwerptekening. En ja... Normaal mogen we zelf ook wel eens in het archief en dan bestuderen we het voordat we aan een project werken of halen we inspiratie daarop. Maar ja, als je het nou toch weer een keer opnieuw hier in het Noord-Brabants Museum kan zien en tot je kan nemen, dan zie je gewoon hoe ontzettend goed dat werk van Ton van de Ven ook is. Want zijn er ook ontwerptekeningen die je zelf eigenlijk nog nooit gezien had, die ineens uit het archief naar boven kwamen? Ja, die hangt toevallig hiernaast. Die had ik echt nog nooit gezien, maar die vind ik ook super leuk. En dat is werk van Peter Reinders. Een schematische indeling van de Indische waterlelies. Ja, en het toont zo de beginperiode en het groot worden van de Efteling. Na de sprookjes en dan ja, die schaalvergroting met de komst van de Indische waterlelies. En dan ja, een indoor show, hè, waar we eigenlijk allemaal onze dark rides aan te danken hebben. Voor het eerst een soort theatershow. Ja, dan wil je kijken hoe dat in zo'n aanzicht te zien is. Dan denk ik, dan heb je gewoon alweer zin om aan het werk te gaan. Ja, dat is een volledig lichtplan. Ja, absoluut. Papier hier. Dit vind ik ook een hele leuke wand, want hier begint het nu met Dio Oberon. Een heel mooi beeldje wat er is gevonden. Ik kende dat beeldje zelf ook niet. Maar het is natuurlijk het hele begin van dat de Efteling zegt... ja, we gaan een nar omarmen als gastheer. Of een nar om mee te communiceren. En zo zijn we van Dio Oberon naar Joki gegaan. Nou, ook heel leuk mooie schetsjes van Gezing Studio die hier getoond worden. Naar uiteindelijk het werk van Pardoes de Tovenaar van Henny Knoet. En ook zoveel liefde in... Bijvoorbeeld hier een ontwerptekening voor een Pardoespop. En als je dan ja, zijn aanwijzingen ziet, het hoofdje, hoe hij dacht over hoe een knuffel opgebouwd zou kunnen worden. Ja, dan zijn we gewoon ook heel trots dat we dat werk in deze generatie weer mogen voortzetten. En ik denk dat het hier in deze tentoonstelling heel inzichtelijk is gemaakt hoe de generaties elkaar opvolgen. Nou, uiteindelijk is het een tentoonstelling wat gaat over ja, hoe de Efteling nou is ontstaan in die 70 jaar. En ik denk als je dan je overgeeft aan zo'n tentoonstelling, dat het ook heel interessant is juist om ook al dat pionierwerk over bijvoorbeeld ja, hoe ziet nou de opbouw van zo'n pak eruit. En hoe ga ik nou van een vrolijke kleine tovenaar en dan met de verhouding van de mens erin en de afweging en van het hoofd. En ik denk dat het gewoon een unieke gelegenheid is om dat... is een keer te doen, want we doen het ook niet jaarlijks. Het is voor ons ook de allereerste keer. En dat toont ook aan het bijzondere van dit initiatief. Want alles wat je hier vindt is eigenlijk ook echt in kisten opgeslagen geweest. Je verwacht eigenlijk een soortement grote... Het ligt een beetje aan. Sommige objecten zitten echt in kisten en die staan op grote stellages in depots. Maar de tekeningen van Piek of van Ton van de Ven of latere ontwerpers, die liggen net als bij ons hier in het museum eigenlijk in speciale laden. En daar wordt heel goed voor gezorgd. Ja, want is hier ook speciale atmosfeer om alle producten goed te bewaken? Ja, we hebben hier museale omstandigheden. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld werken op papier, zoals deze tekening van Ton van de Ven. En papier, licht is eigenlijk altijd slecht voor mensen, voor papier. Maar hier voor deze werken zit museaal glas, die een beetje UV-licht tegenhouden. En ook maximaal 50 lux. Dat is een beetje de museumstandaard voor hoeveel licht papier mag hebben. Daarom ziet het hier ook voor een eventuele ooit toekomstige tentoonstelling weer mooi uit. Maar voorlopig kunnen wij er hier nog van genieten. Oh, hier is
jouw grote ontdekking? Ja, is de grote. Nou, dat is niet mijn ontdekking, maar de wat ik zelf heel bijzonder vond was om deze grafsteen aan te treffen. Ik zag hem volgens mij eerst ergens op een plaatje. En toen vertelde een medewerker van mij, ja, die is ook nog ergens in het echt. Volgens mij ergens onder een trap of zo, bij het spookslot. Maar ik raakte er een beetje door gefascineerd. Ik wist helemaal niet dat Kate Bush die muziekvideo had opgenomen in het spookslot. En toen zag ik die beelden en toen zag ik ook de beelden van die steen. Ik dacht van, ah, dit moet echt hoe dan ook bij die tentoonstelling. Dus ze hebben voor mij gezocht en uiteindelijk hebben ze volgens mij in het spookslot hebben ze deze steen gevonden. En ja, nu staat hij hier. Maar ik vond het belachelijk leuk om Kate Bush daar in 1978, ze is dan nog 18 volgens mij, uit die tombe, kijk, we zien het hier gebeuren, uit die tombe te zien kruipen en haar liedjes te zingen eigenlijk in dat decor van het spookslot. Dat is ook een goede LP van de trouwens. Kijk, daar staat hij nu. Ja, bij de Dark Rides. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo'n bijzonder onderdeel van de Efteling. Hè. We zijn natuurlijk groot geworden met het unieke karakter van de Dark Rides. Grote shows. Ja, het is gewoon als ontwerper, onderdeel van het ontwerpteam, gewoon zo bijzonder geweest om deelgenoot te zijn van een project als Symbolica. En waarin ons gevraagd werd, ja, om in deze generatie een Dark Ride te mogen ontwerpen. Hè, heel ander transportsysteem als Fata Morgana. Heel ander transportsysteem. Dan Droomvlucht. En deze maquette, ja, geeft eigenlijk perfect weer die positie op de oude Eftelingbrink aan het einde van de Pardoespromenade, maar ook hoe de wachtrijen en vooral hoe de taluten, rotspartijen zich verhouden tot, tot de architectuur en tot eigenlijk de showbuilding die wij weer op een andere manier hebben opgevat. En dit is volgens mij tot voor kort ook nergens te zien geweest. Nee, dat heeft eigenlijk een hele praktische reden, want ja, we zouden hem wel willen tonen, maar hij is zo groot dat het is er eigenlijk nooit niet van gekomen. En na Symbolica hebben we gezegd, ja, we willen hem wel beschermen, dus hij moet goed opgeslagen worden. Ja, en nu was er een prachtige gelegenheid waarin Joris ook zag van, ja, dat is wel heel bijzonder om ook nu te tonen. En nou is dit echt een mega grote maquette. Wat is nou de reden waarom die zo enorm groot zijn? Nou, deze maquette, want ik denk de grootste die we hier tonen, is zo groot omdat we in het ontwerpproces, natuurlijk altijd gaandeweg, van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, wil je jezelf erin geloven als toetsing, maar je wil ook dat de anderen het geloven in het project krijgen. En dat kan door heel veel doen we door middel van tekeningen of door middel van animaties. Maar wij hadden daar ook wel een droom bij en dat was echt, we gaan de hele show. Elk zuiltje, elk requisiet, elke toren, elke piron. We gaan die zo goed als mogelijk over het voetlicht brengen. Als het presentatiemiddel van de attractie Symbolica. En daarom hebben we voor deze maquette gekozen. Omdat we zelf vonden, ja, dit is de allerbeste manier. Hoef je niks uit te leggen. De dieptes kan je hier zien. Je ziet hoe het zich tot elkaar verhoudt. En daarom hadden wij het geloof van, ja, die maquette die moeten komen om het te gaan presenteren. Nou staat hij hier. En wat we hier gevraagd hebben om een deel van de laatste ruimte te doen, is we hebben aan de Efteling gevraagd om iets te ontwerpen waardoor mensen weer eventjes in die Eftelingsfeer magie teruggesleept worden. En dat gebeurt hier. Mensen kunnen hier even uitrusten op een echte Eftelingbankje en aan de hand van een verhaal van Langnek met speciale 3D audiogeluiden kunnen ze weer een beetje terugkomen in de magische wereld van de Efteling. Dus dat gebeurt op deze plek. Nou ja, en er is veel te zien hoor. Het is een heel sprookjesbos gemaakt. Je herkent de originele Eftelingbankjes. En hier is even weer een rustmoment om na te denken wat je gezien hebt. En ook een beetje aan de hand genomen te worden van Langnek. Een heerlijke, rustige en vooral sprookjesvolle manier om deze prachtige tentoonstelling af te sluiten. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat het een heel fijn plekje is om eventjes neer te strijken. In deze video konden we je natuurlijk nooit alle 250 prachtige objecten laten zien. Dus kom zeker zelf langs, want de Efteling de tentoonstelling is tot nog 21 mei te zien hier in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Dus voor nu, tot de volgende video. Doei!